Oké, we zijn klaar voor hoofdstuk 5 in het gezin volgens het plan van God. Huwelijksbrekers. Dat is wel goed om te weten. Als we weten wat de huwelijksbrekers zijn, dan weten we ook wanneer we op moeten letten en wat we moeten voorkomen. Dus dit hoofdstuk dealt met de meest voorkomende problemen waar een gezin mee te maken heeft. Uit ervaring zijn we in staat om een aantal van die huwelijksbrekers te identificeren die gezinnen vernietigen en aantasten. 1. Is te veel verplichtingen en lichamelijke vermoeidheid. Dus hoe moeten we deze huwelijksbreker verslaan? Dus we moeten zorgen dat we prioriteiten hebben in ons leven. We moeten volgens Bijbelse standaarden de volgorde van prioriteiten aanhouden. En 1 is onze relatie met God. 2 is onze relatie met het gezin. 3 is de kerk. En 4 is onze baan. Dus 1 onze relatie met God. Onze relatie met het gezin. En dan de kerk en dan onze baan. Nou, in principe, God hoort op de eerste plaats te staan, waardoor al die andere dingen op zijn plaats zouden vallen. Maar uit ervaring weet ik ook dat als we dit niet specifiek doen, dat dit niet klopt. Nummer 2 is een slecht beheer van financiën. Het is belangrijk dat we dit op een goede manier doen. Ik ga daar nu niet verder op in. Daar zal ik later waarschijnlijk nog wel op terugkomen in een ander hoofdstuk. Dus slecht beheer van de huishoudelijke financiën. Nummer 3 is zelfzuchtigheid. Een zelfzuchtig persoon zoekt alleen bevrediging voor zijn of haar eigen noden. En deze houding is het tegenovergestelde van liefhebben. 4, waar we in het vorige hoofdstuk ook over hebben gesproken, is gebrek aan communicatie. Daar hoort bij het gebrek aan respect hebben voor elkaar. Stem verheffen tijdens een meningsverschil. Verbaal misbruik. De verkeerde rol of functie aannemen. Dus jij plaatst jezelf in een andere rol in het gezin dan die God je heeft gegeven. En weigeren te luisteren. Jacobus 1 vers 19 zegt: zo dan mijn geliefde broeders. Iedere mens moet haastig zijn om te horen. Maar traag om te spreken. En traag tot toorn. 5 is seksuele frustratie. Wat zijn oorzaken van seksuele frustratie? Het kan zijn psychisch en seksueel misbruik. Het kan seksueel misbruik in het verleden zijn. Of de afwezigheid van de eros, soort van liefde in het huwelijk. Ook pornografie en andere verslavingen kunnen echt een probleem vormen. En wanneer een echtgenoot of echtgenote seksuele intimiteit weigert. 1 Korinthe 7 vers 5 zegt: onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Nogmaals, de huwelijksbrekers. We zijn al niet klaar, maar de eerste 5. Te veel verplichtingen en lichamelijke vermoeidheid. Slecht beheer van de financiële huishouding. 3. Zelfzuchtigheid. 4. Gebrek aan communicatie. En 5, seksuele frustratie. 6 is faillissement. Dat is iets wat een enorme financiële druk brengt. 7 is een succesvolle zakelijke onderneming, waardoor het te druk wordt of er bepaalde andere dingen zich voordoen. Maar succes kan ook een groot probleem zijn als je daardoor je prioriteiten verkeerd gaat stellen. 8, getrouwd op een te jonge leeftijd. Nou, wanneer zijn jonge mensen klaar om te trouwen? Wanneer Jezus het middenpunt van hun leven is. Wanneer ze financieel stabiel zijn. Wanneer ze gesetteld zijn in hun carrière. En dus een manier hebben om hun gezin financieel te onderhouden. En wanneer ze emotioneel stabiel zijn. Volwassen zijn. Er komen nog wel meer punten bij. Daarom in de gemeente werken we altijd met huwelijksvoorbereiding. Dus ook wanneer mensen willen daten, dan willen we graag mee spreken. Om daarbij te kunnen helpen, zodat je niet je tijd gaat verdoen of dat er veel schade kan ontstaan. 9. Schoonouders. Uh-oh. Ik ga er niet te diep op in. Maar de Bijbel zegt in Genesis 2 vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Samenleven met de schoonouders moet zoveel mogelijk voorkomen worden. 10. Ongefundeerde jaloezie. Kenmerken van een jaloers persoon zijn dat ze heel bezitterig zijn. Dat ze manipulatief en controlerend zijn. Ze willen altijd de controle hebben. Zijn zelfzuchtig.
zijn onzeker en zijn angstig. We gaan bidden. Dit was een kort hoofdstuk. Ik wil je vragen je te bekeren als je merkt in deze dingen dat jij huwelijksbrekers in je leven hebt toegelaten. Als jij weet dat er iets is wat jouw huwelijksrelatie verstoort. Of dat je je huwelijksrelatie, je gezinsrelatie verwaarloosd hebt. Dat je de tijd neemt om je te bekeren. Je de tijd neemt om naar de Heer te gaan. En zeg: Heer, vergeef mij dat ik geen tijd met mijn gezin of met mijn vrouwen besteed. Dat ik geen respect naar hem heb getoond. Dat ik geen tijd met mijn familie heb doorgebracht. Of wat het dan ook is. Dat ik financiën niet goed gebruikt heb. Maar neem de tijd om je te bekeren. Om daarna in orde te maken. En te gaan bouwen aan een goed gezin en een goede huwelijk. Vader, in de naam van Jezus. Ik zegen en die kijkt. Ik dank u, Heer, voor goede en sterke gezinnen. En vooral goede en sterke huwelijken, Heer. We danken u voor uw zegen en voor uw genade. In Jezus' naam. Amen.